Ik ben Sarah de Zutter en ik doe mee met beeldend. Ik heb een zelfportret gemaakt. Ik ben Alexandre Pre. Ik doe mee met film en met foto. Mijn film heet Niet alleen over eenzaamheid. En mijn fotoreeks gaat over slapende mensen. Heet Sleeper in Metropolis. Ik ben Leen en ik ben van categorie mode. En ik heb gewonnen in de Vuelta van Brussel. En ik heb een collectie met 8 modellen en een collectie noemt Down to Earth. Ik ben Johannes Hofman, ik doe mee met beeldend en film. En ik heb eigenlijk vooral rond mezelf gewerkt dit keer. Dus het zijn twee experimentele zelfportretten dat ik gemaakt heb. Ik ben Nilou, ik ben 16, ik ben van Gent. En ik doe mee aan foto. Ik heb foto's gemaakt in Iran, omdat ik van Iran ben. De bedoeling was niet om een boodschap mee te geven of een verhaal te vertellen of zo, maar gewoon de manier waarop ik dingen zie die misschien niet iedereen ziet. Ik ben Astrid, ik doe dus mee in categorie dans. We zijn normaal met 4 en we noemen Wonderful. Ik ben Wannes, ik doe mee in de categorie muziek. Ik treed op onder de naam Vogelvlucht en ik ga subiet mijn muziek die ik elektronisch heb gemaakt op mijn laptop live brengen. Als ik een tip mag geven om film en muziek te verwerken, dan denk ik dat gewoon niet alleen de muziek is belangrijk tegenwoordig, maar de setting die je er rond creëert ook als je optreedt. En ik denk dat film daar een ideaal medium voor is om eigenlijk op een experimentele wijze eigenlijk je muziek nog een trap hoger te brengen door bijvoorbeeld in het midden van een filmische scène te gaan optreden. Ik ken eigenlijk niet veel van fotografie, dus ik vind het eigenlijk heel goed hoe dat is. Dus je kunt altijd verbeteren, denk ik, maar ik kan daar eigenlijk niets over zeggen omdat dat niet mijn terrein is. Wat er wel nice is ook, is dat je bij muziek en zowel bij film kun je met ritme spelen. Kun je ritme versnellen, vertragen. Waardoor je bijvoorbeeld ook, je kunt dat mooi synchroon stellen met je film en met beelden. Dus ja, dat is eigenlijk mijn inbreng als tip. Bij dans kun je wel zo zwiepende stoffen en zo. Ik denk dat dat een mooi effect kan geven. Maar anderzijds ook als je zo strak om zo die bewegingen goed te zien en zo. Dus valt te zien of voor dansen het eigenlijk is en zo. En, ik ken daar niet zoveel van. Dus. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat er een goede communicatie is tussen de regisseur en de componist van de muziek voor de film, zodat we de juiste sfeer op het juiste moment overbrengen. Ik denk dat het altijd wel leuk is om, als ze zo met van die stoffen werken, dat je inderdaad wat meer kunt bewegen en zo, om de modellen wat te laten ronddraaien of wat, op een bepaalde manier te laten lopen of eigenlijk de kleren of zo vastnemen. En ze zo een beetje houden dat die stof maar meer tot zijn recht komt. Ik denk dat wel. Of zo, zo draaien, ik denk dat dat een mooi effect heeft. Maar het is ook natuurlijk te zien welke stof dat is en welke kleren dat zijn.